Laat me lopen. Lopen daar naar waartoe ik verlang. Laat me volgen. Volgen en zoeken. En laat me vragen aan de mensen. Mag ik schuilen voor één nacht? En laat me wakker. Laat me dromen. Laat me woest. Laat me wild. Laat me stappen. Stappen en lopen met dat wat ik zo moeilijk vind. Aan mezelf en de mensen en de wereld en de dingen die ik soms zo moeilijk vind. Laat me zakken. Laat me vallen. Opdat ik weet hoe diep ik kan gaan. En geef me schoonheid. Schoonheid waaraan ik me laven kan. En laat me dromen. Laat me wakker. Laat me woest. En laat me wild. En op 23 augustus 2018, vandaag, na ruim 3 maanden, bijna 1200 kilometer gelopen te hebben, kwamen Lodewijk en ik aan in Groningen. Werden we ontvangen door burgemeester Den Oudste bij het stadhuis. Er is een brief voor u. Sorry. U mag hem aannemen van Lodewijk. Oh, wat is dat mooi, wat is dat goed zeg. Wat is dat goed. Nadat ik de brief van de burgemeester Kroonen aan de burgemeester van Groningen, burgemeester Den Oudste, heb gegeven bij het stadhuis, ben ik met Lodewijk over de Grote Markt via de kermis naar de Martini-toren gelopen. Dank jullie wel, dank jullie wel. En daar stond een heel comité klaar met een grote bloemenkrans voor Lodewijk. Nou, dan gaan we gewoon naar binnen. Gaan jullie mee? Kom maar, goed zo. En hebben we gevierd dat we gearriveerd zijn in Groningen. Werden we warm ontvangen in de Martinikerk. Na 1200 kilometer zijn we gearriveerd in Groningen. Wow! Proost! Het was fenomenaal. Mesdames et messieurs, santé! Het wandelen met Lodewijk is in Groningen tot een mooi einde gekomen. En nu zit ik in mijn gezellige theatertent op Theaterfestival Noord de Zon. En het is het start van de theatervoorstelling Bongoed. Arne van der Heijden is een bekende Noord-Nederlander, Groningen, Friesland en Drenthe, presentator, cabaretier. Maar die presenteert ook dagelijks de talkshow op het Theaterfestival Noord de Zon in de Spiegeltent. En hij had me uitgenodigd om zijn eerste talkshowgast te zijn. En dat was ook het moment dat burgemeester Den Oudste terugkwam, nadat ik hem 's middags de brief van burgemeester Kroonen had gegeven. Heeft hij de brief van Kroonen gelezen? Jack is op het moment dat ik deze brief schrijf, ik is dus Fred Kroonen, met zijn ezeltje Lodewijk onderweg naar de Martinitoren in Groningen. Wanneer je deze brief leest, is hij gearriveerd aan het einde van zijn bijzondere voetreis langs het Martinuspad. Maarten, de heilige Martinus, is vooral bekend door zijn symbolische daad, waarbij hij een stuk van zijn mantel afstond aan een bedelaar die hij ontmoette bij de stadspoort van Amiens. Naar deze verhalen in tegenwoordige tijd heeft Tjerk gezocht tijdens zijn voetreis. Dicht bij de mensen, in gesprek, van dorp tot stad en van stad tot dorp. Je zou kunnen zeggen, op zoek naar de Mienskip. De gedachte van Leeuwarden, Friesland, een culturele hoofdstad van Europa, sluiten aan met de doelstelling die Tjerk heeft. Iets doen voor de ander die het minder goed getroffen heeft dan jij. Open, staan, jippen in het Fries, voor de verhalen van deze mensen. Niet alleen aanhoren, maar ook iets doen. Culturele hoofdstad luistert, betrekt en activeert met oog voor de kwetsbaren. Nou, dat is eigenlijk de hoofdmoot van de brief. Prachtig. Dank u wel. Mooi, hè? Mooi. Er zijn in onze maatschappij heel veel mensen die het goed hebben, maar er zijn ook heel veel mensen die het slecht hebben. Mensen die dakloos zijn, die in de schulden zitten, die echt een naar leven hebben. En weet van mij dat als je geen geld hebt en de touwtjes in elkaar moet knoppen, dan heb je een moeizaam bestaan wat heel veel energie kost. En dat probeer ik eigenlijk altijd weer duidelijk te maken aan de mensen die het goed hebben. Het is een klein verschil. Je hoeft maar 1 of 2 keer in je leven een verkeerde afslag te hebben. Een huwelijk wat mislukt,
Kinderen die niet meer willen zien. Een heel klein flinterdun verschil tussen mensen die het goed hebben en die het slecht hebben. En dat motto hanteer ik altijd in mijn eigen leven. Dat past natuurlijk ook bij het soort beroep wat ik heb. Om te proberen die verbinding met die mensen die het slecht hebben. Ook door te praten, maar ook door het te doen. Zoveel mogelijk in stand te houden. En ik zou dat iedereen willen aanraden. Want het is ook nog mooi om te doen ook. Je wordt er zelf ook heel gelukkig van. En dan heeft hij een antwoord geschreven op de brief van Kroonen aan burgemeester Jan van Zanen in Utrecht. Ik loop niet terug, maar ik neem hem wel mee. En ik overhandig hem begin september aan Jan van Zanen in Utrecht. Dankjewel. Dankjewel. Lodewijk is naar huis, die is mee in beeld. Die is mee in verhalen, maar die mag alvast van zijn welverdiende rust genieten. Jochem en ik blijven nog 5 dagen op Noorderzon spelen. Waar we zojuist de allereerste Bon Route voorstelling in een zeer compacte festival setting hebben gespeeld. Heel enthousiast publiek. En dan gaan we op tour. Omklapmoment van de reis naar de voorstelling. En dat vindt hier plaats, allemaal in Groningen. Dus draaien naar de zon. Dank jullie wel, naar de zon. Dank je wel.